Welke verschillende kachelsystemen zijn leverbaar in die nieuwe Opel? Bekijk het in deze video. Hallo, mijn naam is Hendrik Liewes en op dit YouTube-kanaal verschijnt wekelijks een nieuwe video met uitleg van een Opel-systeem, zoals deze, of met uitleg van een Opel-model. Nou, ben je nieuw hier, bekijk je voor de eerste keer een video van ons, word dan meteen abonnee en je krijgt als eerste bericht als wij een nieuwe video hebben geplaatst. Nou, zoals ik al zei, zijn dus verschillende kachelsystemen leverbaar in verschillende Opel-modellen. We praten natuurlijk over het standaard kachelsysteem, met of zonder airco, en we praten over een klimaatcontrole. Nou, wat zijn hierin de beste instellingen en hoe werkt het? Dat gaan we je nu laten zien. Nou, hier zien we bijvoorbeeld het standaard kachelsysteem van in dit geval de Opel Adam. Maar dit verschilt natuurlijk niet heel veel met andere Opel modellen. Waarbij links je hier kunt instellen van koud en warm. In het midden kun je dus de aanjager, dus de ventilator, kun je dan de stand daarmee op verschillende standen zetten. Van langzaam of naar heel snel of heel hard. En aan de rechterkant kun je hier zeggen van waar je lucht vandaan wilt hebben. Nou, de vraag die we meestal krijgen is van nou, wat is eigenlijk de beste instelling? Het hangt natuurlijk vanaf van rij je in de zomer of rij je in de herfst of winter of lente. Dat hangt natuurlijk weer vanaf. Maar we pakken bijvoorbeeld nu een beetje de herfst-winterperiode. Waardoor het natuurlijk allemaal wat vochtiger, wat kouder is. Dan is deze natuurlijk wel handig om die wat warmer te zetten. Nou, dit is natuurlijk afhankelijk van ja, hoe snel je dat wil hebben. En bijvoorbeeld hoe snel je het vooruit bijvoorbeeld weer helder wilt hebben. En aan de rechterkant zal ik altijd adviseren om deze op de stand te zetten. Zodat hij het voorraam ook meepakt. Nou, daarmee heb je dus minder kans dat het voorraam ook wordt beslagen. Daarbij moet je uiteraard wel de airconditioning aanzetten. En dat is natuurlijk wat heel veel mensen dus vergeten om te doen. Airconditioning is natuurlijk in de zomerperiode, zorgt natuurlijk voor verkoeling. Maar in de winterperiode heeft het natuurlijk ook een andere functie, namelijk dat het ook vocht onttrekt uit de auto. Dus zo zie je, wanneer je deze bijvoorbeeld helemaal op warm zal zetten, deze op 3 en die op het voorraam, dan zal binnen no time het voorraam weer helder en schoon worden. Nou, daarnaast kun je hier natuurlijk ook andere standen dan kwijt. Je kunt bijvoorbeeld zeggen van ik wil bijvoorbeeld bij het hoofd hebben, in het midden of bij de voeten wil ik het hebben, of alleen bij de voeten. Kijk, dat is natuurlijk heel persoonlijk. Als je op een gegeven moment s'avonds rijdt en zegt van ik heb wel koude voeten, kun je natuurlijk dat zo op die manier zo instellen. Dan zit hier nog een tweede knop daarnaast. Die heeft ook elke auto, dat is voor de luchtcirculatie. Die kun je dus op twee manieren kun je die gebruiken, of tenminste twee voordelen heeft dit systeem. Aan de ene kant is het bijvoorbeeld als er voor je een auto rijdt met uitlaatgassen die wat meer ruikt. Of bijvoorbeeld hier in het noorden van het land hebben we natuurlijk nog wel eens tractoren met niet zo fris ruiken. Dan kun je deze dus indrukken, waardoor er dus geen lucht van buiten afkomt. En waardoor uiteraard de stank dan ook wat minder is in de auto. Een ander voordeel is, en dat is bijvoorbeeld in de zomerperiode heel handig. Wanneer het bijvoorbeeld 30 graden is buiten, echt lekker warm. Nou, dan zet je deze natuurlijk op koud. Dan kun je ook zeggen van ik zet de airco natuurlijk aan plus deze functie. Dan wordt het namelijk extra koel in de auto. Er komt namelijk geen warme lucht van buiten naar binnen toe. En dan zal natuurlijk de maximale koudheid bereiken qua temperatuur. Nou, mocht de periode er weg zijn, zet hem dan wel eventjes weer uit. Hè, zodat er ook natuurlijk ook weer frisse lucht naar binnen komt. Deze stand die werkt niet als we deze op het voorraam plaatsen. Die combinatie is niet mogelijk. En aan de rechterkant zit hier nog een knop. En dat kan natuurlijk net even verschillend zijn bij de verschillende openmodellen. Maar die is voor de achteruitverwarming. Sommige openmodellen hebben ook spiegelverwarming. En dat is dus gecombineerd. Dus zowel het achterraam als de spiegels zijn worden dan meteen verwarmd. Dat is niet bij elke Opel zo. Dat hangt er vanaf of dit dus meebesteld is. Of standaard op de uitrusting zit van de auto die dan rijdt. Nou, ben je benieuwd of het op je auto aanwezig zit. Je kan natuurlijk altijd proberen om er even deze knop in te drukken. En dan kijken of het dan meegaat. En anders kun je natuurlijk altijd even onze vraag stellen. Wij kunnen het zo zien of het op de auto ook aanwezig is. En een ander kachelsysteem die ook mogelijk is, en sommige ouders hebben dit standaard, bij sommige ouders moet je dit bijbestellen, is een klimaatcontrole. Ook afgekort ECC, Electronic Climate Control. Dit systeem heeft natuurlijk ook de functies die we net gezien hebben. Maar het grote verschil is dat je de temperatuur op de graad nauwkeurig kunt instellen. Dus in dit geval staat hij op 20 graden. Wanneer ik zeg, nou, het is me wat te koud, ik heb liever 22 graden, dan zal hij uiteraard de temperatuur dan ook aanpassen. Sommige ouders is het dus in totaal, dat je dus één kant kunt inregelen. Maar bij deze auto, we zitten nu in de Opel Astra, kun je dus zowel links als rechter temperatuur instellen. Dus wanneer de passagierskant die zegt van nou 22 graden is mij eigenlijk wat te warm, ik heb liever wat koeler, bijvoorbeeld 18, ja, dan komt dus aan de rechterkant wat kou, je hoort meteen wel aan de rechterkant wat koudere lucht uit dan aan de linkerkant.
Het mooie van dit systeem is dat er een knop auto in zit. Die zit bij de Opel Astra zitten hier. Bij de andere modellen zal die misschien op een andere plek zitten. Maar als je die auto aanzet, zoals in dit geval, dan regelt hij eigenlijk zelf de temperatuur. Of althans, hij zorgt precies dat overal de juiste temperatuur uitkomt. Dus je zit niet in te stellen van, nou, moet ik hem dan bij het voorraam hebben? Of moet ik hem nou bij mijn gezicht of bij de voeten? Dat regelt hij dus allemaal zelf. Eigenlijk kun je dit systeem ook heel goed vergelijken met kachelsysteem zoals je het ook in een woning hebt. Je stelt de graden in, bijvoorbeeld op 20 graden. En hij regelt het dat het ook gewoon die temperatuur ook blijft. Dus hij beheerst uiteraard gewoon de temperatuur, in dit geval 22 graden. Dan zorgt hij ook dat het ook 22 graden blijft in de auto. Zal in een zomerperiode natuurlijk soms wat lastig zijn. Bijvoorbeeld als het buiten lekker warm is en je wil hem natuurlijk wat kouder hebben. Ja, dan zul je zien dat hij heel hard gaat blazen. Dat kun je dus opvangen om te zeggen van, nou, ik zet de aanjager, de ventilator zet ik bijvoorbeeld handmatig even op een zachtere stand. Zodat ik niet dat geblaas heel dat hoor. En als het na een tijdje weer wat koeler is, kun je zeggen van, ik druk erop automatisch. En dan vangt hij dat natuurlijk heel mooi weer op. Daarnaast heeft deze natuurlijk ook dat je verschillende standen kunt instellen. Ook weer op het voorraam of bij de voeten. Het mooie van dit systeem is dat je het ook kunt combineren. Dus wanneer je zegt van, ik wil niet automatisch, ik wil het zelf regelen. Kun je ook bijvoorbeeld zeggen van, ik wil bijvoorbeeld bij de voeten en het voorraam. Of ik wil alle drie. Dat kun je allemaal zo tegelijk of één van die kun je dus instellen. Nou, en ook bij dit systeem geldt dat er ook een knop zit van airconditioning. Maar ja, eigenlijk het mooie is om die airconditioning gewoon altijd aan te laten staan. Want heel veel mensen die doen de airconditioning bijvoorbeeld ook een lange tijd uit. Ja, en als je een airconditioning een lange tijd niet gebruikt, ja, dan zie je dat het systeem ook schade kan toeleveren. Waardoor je dan de onderhoudskosten natuurlijk ook weer zo groter zijn. Dus dat wil je natuurlijk ook voorkomen. Dus de airconditioning kan bij dit systeem ook eigenlijk altijd wel aanblijven. En de temperatuur kun je dus hier uiteraard gewoon mee beheersen. Er zit bij deze systemen ook een vooruitontwaarschuwing op. Dat is het knopje met voorraam. En in dit geval staat er max bij. Wanneer ik die indrukt, dan blaast hij namelijk alles naar het voorraam toe. Het is niet een vooruitverwarming. Dat bij de meeste open modellen zit daar dan weer een aparte knop dan ook bij. Maar het is een vooruitontwaarschuwing. Als je die knop indrukt, blaast hij alles mooi naar het voorraam toe. En wordt het voorraam snel weer helder. Nou, je kunt bij deze systemen kun je ook regelen. Die knop zit helemaal rechts. Dat is een synchronisatieknop. Wanneer je bijvoorbeeld alleen rijdt en zegt van, ik wil niet elke keer beide temperaturen verstellen. Kun je ook op synchroniseren drukken. Zodat als je bijvoorbeeld links aanpast, dat rechts dan ook meegaat. Die krijg je eraf door niet op deze knop te drukken. Maar om hier eventjes weer aan te draaien. En dan is die links en rechts weer verschillend instelbaar. Nou, bij de meeste auto's is ook een winterpakket mogelijk. Bij de meeste open modellen. Dat bestaat uit stuur, stoelverwarming. En sommige hebben dus nog ook vooruitverwarming. Daar wil ik nog een tip meegeven. En dat is om ook brandstof te besparen. Wanneer je dus de auto start in de wintersperiode. En je wilt snel warm hebben. Ga dan niet gelijk de kachel vol openzetten. Maar in dit geval, als er een winterpakket op zit met stoel- en stuurverwarming, zet die alle twee als eerste aan. Je zult merken dat je het veel sneller gelijk warm hebt in de auto. Ja, en de kachelsysteem hoeft natuurlijk ook niet heel veel werk te doen, waardoor je er ook weer brandstof weer bespaart. Nou, hiermee heb ik dus uitgelegd hoe het klimaatcontrole werkt ten opzichte van het standaard gewoon airco-systeem. Grote verschillen is dus dat je het automatisch kunt instellen. Hij zorgt dat overal de juiste luchtverdeling ook plaatsvindt. En je kan dus op graad nauwkeurig, of links of rechts, of één in totaal, kun je dus deze temperatuur instellen. En die beheerst die dan ook. Nou, ik hoop je hiermee een heldere en duidelijke uitleg hebben gegeven over de verschillende kachelsystemen die leverbaar zijn in de open modellen. Nou, heb je hierover een vraag? Er kom je niet helemaal uit? Ik zou zeggen, typ het hieronderin of bezoek ons bedrijf, zodat je uiteraard ook kunt helpen. Nou, mijn naam is Hendrik Liewers. Ik wil u super bedanken voor het kijken naar deze video. Vergeet ook niet om abonnee te worden, zodat je elke week als eerste bericht krijgt als wij een nieuwe video hebben geplaatst. En volgende week verschijnt er weer een nieuwe video. Tot dan!